ben Harbo Beem, ik ben componist, in dit geval filmcomponist voor de soundtrack van de Nederlands-Belgische horrorfilm Slagnacht. Ik was in Brazilië, hartstikke leuk. Ik zat er net een dag en de telefoon ging. En dan beginnen zich al allerlei ideeën in mijn kop te ontluiken en te ontspringen. Dan ga je daar iets mee doen. Je gaat een beetje brainstormen met je eigen ideeën. En dan laat je dat weer los vervolgens. Het is eigenlijk een heel raar principe. Ik gooi eigenlijk meer weg dan dat ik zeg maar aan de strijkstok blijf hangen. De muziek is gewoon ontzettend belangrijk. Je kan een film maken en breken. Of het nou een horrorfilm is of een liefdesfilm. Het maken van een soundtrack voor een dergelijke speelfilm, trouwens voor elke speelfilm, is inderdaad onder te verdelen in een aantal fases. Zeker als het orkestrale muziek betreft. In dit geval, de allereerste fase is gewoon wat ik net al zei, dat je allerlei ideeën, wilde ideeën krijgt in je hoofd. Om je kleurenpalet zo groot mogelijk te maken, dat als je echt daadwerkelijk aan de gang gaat, dat je heel wat tot je beschikking hebt, gewoon in je hoofd, qua ideeën. Nou, dan komt de tweede fase. Je krijgt de film, daadwerkelijk. En die film die komt voorbij, die ga je zien. En in mijn geval krijg ik meteen, als ik scènes langs zie komen, krijg ik meteen de muziek door. Helemaal afgecomponeerd, uitgearrangeerd, alles. Dan komt de tweede fase. Dan ga je proberen te kristalliseren wat je in je hoofd hebt. Dus dat idee, dat ga je uitwerken, zeg maar. In mijn geval heb ik daar een heel scala aan digitale rotzooi voor in huis. Ik heb een computerprogramma waarmee je de klanken van allerlei instrumenten kan nabootsen. Dus piano, strijkers, horns, hobo, clarinet. Dat is gewoon een kwestie van wat je in je hoofd hebt gaan spelen en dat gewoon opnemen. Vervolgens ga ik dat doen voor elke orkestpartij. Dus alles ga ik uitarrangeren. Dus eigenlijk fase 3. Je gaat de compositie die je in je hoofd hebt uitarrangeren voor een heel symfonieorkest. En dan heb je ook nog allerlei andere klanken uit synthesizers die je kan laten komen. Of wat ik doe is bijvoorbeeld geluiden die ik heb gesampled door op zeecontainers te gaan rammen met een voorhamer. Dat soort zaken kan je allemaal dwars door je symfonische muziek heen mixen. Alle orkestpartijen die ik heb opgenomen, die ga ik zeg maar op partituur zetten. Tegenwoordig heb je ook hulp van computerprogramma's die dus alles wat je hebt gespeeld omzet in notenschrift. Maar als je dus dat gaat checken, dan klopt er vaak helemaal niks van, want bepaalde interpretaties van de muziek die zijn heel anders dan dat jouw computer genereert. Dus elke noot moet je toch weer nakijken van klopt dat allemaal wel? Dus uiteindelijk zit je toch weer alles te editen, zodat er goede partijen ontstaan.
nou wilde het toeval dat ik werd benaderd door het Russian State Symphonic Cinema Orchestra. En ja, die hadden alles van mijn muziek gehoord en die wilden graag eens met mij iets gaan doen. Ik zeg, nou, dat komt wel leuk uit, want ik ben met de speelfilm bezig. Dus, dus dat contact was al snel gemaakt en toen ben ik naar Moskou gegaan. Het eerste contact met het Russische orkest was dat ik de dirigent opzocht. Ik heb gewoon de orkestpartijen gegeven. Die is hij gaan doorkijken. En ja, zoals elke goede dirigent, die hoort meteen wat hij ziet. Dus die heeft alles wat er staat, heeft hij al meteen in zijn hoofd. En, als bepaalde zaken, als hij daar enige onduidelijkheid over had, dan vroeg hij aan mij hoe dat zat. Het gedeelte wat ik liet uitvoeren door een symfonieorkest, heb ik eigenlijk de muziek onderverdeeld in twee types muziek. Dat is gewoon muziek en orkestrale herrie. En toen pakte ik wat muziekpapier. Toen ben ik dus in een soort eigen notenschrift, wat ter plekke bedacht, ben ik gaan opschrijven hoe die herrie ongeveer moest gaan klinken. En voor welke orkestgroep het was en dit en dat. Het waren eigenlijk hele partituren. Die heb ik gewoon eigenlijk wat ik al in het vliegtuig naar Moskou had bedacht. Van oké, dat moet ongeveer zo en zo gaan worden. Heb ik dat gewoon ter plekke opgeschreven. Ik heb bedacht dat het misschien handiger zou zijn om alleen met de strijkerssectie van een heel symfonieorkest te gaan werken. En ik dacht, laten we meteen maar de allergrootste bezetting nemen. Voor het lekkere massale geluid. Strijkers hebben zo'n ongelooflijk, bijna oneindig palet aan klankschakeringen. Dat valt niet met gesampelde strijkers te spelen gewoon. Daar heb je een enorme library zou je daarvoor nodig hebben om dat te coveren. En dan ben je gewoon wel een half jaar mee bezig om het zo te laten klinken. Dus dat heeft weinig zin. Een orkest speelt in enkele minuten precies wat jij wilt hebben. Dus dat is veel makkelijker. Er is nog een hele belangrijke tweede reden waarom ik alleen met strijkers heb gewerkt en niet met andere delen van het orkest. Je kunt het vergelijken met een kok. Een kok die aan het koken is en die heeft een gerecht. Die gooit daar ingrediënten bij en die is aan het proeven. Maar alles wat hij erin heeft gegooid, dat kan hij er niet meer uithalen.
Zoals de Engelsen zeggen, you can't unscramble eggs. Of eigenlijk meer de Amerikanen zeggen dat. Dat gaat dus wel in dit geval met muziek. Als je dat in delen, zeg maar, opbouwt. Daarom heb ik de strijkerspartijen daar wel allemaal laten opnemen. En al het andere heb ik hier gedaan. Dus een soort modulair opgebouwd systeem, zeg maar. Waardoor ik ontzettend veel creatieve vrijheid had om na de hand dingen toe te voegen, weg te laten, dingen om te gooien, om te draaien, weet ik veel wat. Vrijheid, dus. Perfectie die ik verlang in de muziek, die ik over wil brengen op dat orkest, die wordt eigenlijk voor het grootste gedeelte overgebracht door de partituur. Want er staat precies in, tot het kleinste detail, hoe je iets moet spelen, met welk gevoel en dit en dat. Dus daar is eigenlijk al alles mee gezegd. Dan zijn er nog kleine nuances, bijvoorbeeld bepaalde interpretaties in bepaalde ritmische dingen. Die geef je dan door aan de dirigent. Of je doet ze even voor, ik zing ze voor. Rakketakketak, rakketakketak, rakketakketak. Of klap tegen voor. Of dat soort dingen. Als bepaalde dingen niet duidelijk zijn, dan zegt bijvoorbeeld een eerste violist van wil je het zo hebben of wil je het meer zo hebben, weet je wel. Nou, dan zeg ik meteen nee, zo. Het allerleukste, ja, de mooie momenten, voor mij de magische momenten in deze hele productie van de soundtrack is dat je muziek tot leven komt. Als het gespeeld wordt door een orkest. Dat zijn andere mensen, zijn andere individuen die met jouw muziek aan de haal gaan. Die daarmee hun eigen vaardigheid, hun eigen interpretatie, hun gevoel erin leggen om dat tot leven te brengen. Echt een super magisch moment. Het tweede magische moment is als je dan thuis komt en je mixt alles en je legt het onder het beeld, daar waar het voor geschreven is, dan is de magie eigenlijk compleet. En dan zijn de opnames klaar. Oké. Very nice work. Thank you. And I hope to come back again. Yeah, please. With some more noise. Yeah. the best part is two sessions. Yeah. Oké. Okay, thank you. Bye.
Maar dan komt er nog een hele ongelooflijke hoeveelheid werk aan. Alles is daar opgenomen in Surround. Het was daar op 13 kanalen opgenomen. Dus het zijn allemaal geluidsfiles, allemaal kanalen. Die kreeg ik allemaal mee. Ching, Alakazam. Ja. Eenmaal thuis aangekomen, dan is de kwestie van alle geluidsfiles die op DVD-ROM staan inladen in mijn systeem. En alles uitmixen, zodat het hier zo goed mogelijk klinkt. Achter wat stemmen staan, dus moet die wat harder hier. Vervolgens zet ik de andere instrumenten erbij die ik al gespeeld heb. Of ik ga nog andere dingen toevoegen en echt helemaal fijn slijpen. Het is als een grote puzzel die in elkaar wordt gezet. Het klopt pas als elk puzzelstukje op zijn plek valt. Gaan we op het eind nog wat geven? Als hij eruit, als hij wegloopt, dan mis ik iets. Om hier aan te beginnen moet je überhaupt, punt 1, grote affiniteit hebben met genre. En je moet wel een nogal dramatische instelling hebben om dit te kunnen doen. Je moet echt wel een dark side hebben, die hoop ik iedereen wel heeft, want die is natuurlijk de meest interessante. Geloof mij, voor deze film kon het niet erg genoeg zijn.